Goedemorgen allemaal. Het is nu zondagochtend. Ik ben net wakker, net opgestaan. Dus let niet op mijn haar, let niet op mijn gezicht. Want letterlijk, I woke up like this, Beyoncé. Nee, dat grapje. Het was best wel laat geworden gisteravond. We waren 11:30 thuis. We gingen naar de Beauty Gloss Party. Daarna gingen we ergens uit eten. Maar op de Beauty Gloss Party was het echt gezellig. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Dat was voor mij voor het eerst. Dus ik kwam daaraan. En het was echt heel druk. Er waren zelfs wat meiden die met mij op de foto wilden gaan. Dat had ik ook niet verwacht. Vond ik wel leuk trouwens. Volgend jaar zou ik er wel weer bij willen zijn. Het was zeker gezellig. Goede optredens. Dus ja, op naar volgend jaar. Wat ik zo meteen nog ga doen is voetballen. Of tenminste, ik kan zelf niet voetballen. Want vorige week ben ik door mijn enkel gegaan. Tijdens Koningsnacht. Tijdens het stappen. Vraag me niet hoe. Maar ik had waarschijnlijk iets te veel drank op, waardoor ik dus niet meer wist wat ik deed. Pas wel, ik wist wel wat ik deed, maar de pijn voelde ik niet. Pas de volgende dag, toen ik wakker werd, had ik echt erg pijn aan mijn enkel. En ik heb nu dus nog steeds last, dus ik ga alleen mijn voetbalteam aanmoedigen. En de dag is goed begonnen, want ik kwam er net achter dat we helemaal geen boodschappen hadden gedaan. Dus als ontbijt heb ik Milka chocolade gegeten. Hoe gezond is dat? Niet dus. Nou, zometeen nog even snel boodschappen halen, zodat ik gewoon goed kan eten. En dan ga ik naar voetbal toe, voor mijn team aanmoedigen. Zo, ik ben weer thuis. Maar niet om te relaxen, maar om mijn voetbalspullen te pakken. Ik was dus net aangekomen bij voetbal en we hebben te weinig man, dus ik moet alsnog gaan spelen met mijn kapotte enkel. Maar ja, ik doe het om mijn team te helpen, want anders zou ik het niet doen. Dus even snel mijn spullen pakken, we zijn al laat, maar ja, dat ben ik altijd. Snel mijn spullen pakken en dan gaan we weer naar voetbal toe, Almere dit keer. We gaan met deze race monster. Oké, hou op man. Mooi moffel. Mooi moffel, mooi moffel. Ik ga je money vragen voor die shit. Waar kan ik goede cross aan? Die man heeft geen camera mee. Die man heeft camera mee. Wat zei je? Wat zei je? Ik zeg vorige week had ik goede cross aan, nu wil je maar niks. Maar dat mag allemaal. Ja man. De race monster. Mensen komen me aanspreken. Pak een mooie move voor. Ik ga tegen mijn gewoon de vragen voor die Sandy. Hé, je bent een veel moe. Nee, is dat van net? Is huh? Nu kill. Oh, serieus? Ik ben moe. Ik ben kapot. En ik heb geen zin. Het regent. Oh, we moeten toch spelen. Panya. Hij gaat los hoor, hij gaat los. Let maar op. Ik mag ook niet spelen. Ik heb enkel man deze zijn Panya. Maar ik ga keeper. Romana Tafarel vandaag toch? Zo, we zijn weer terug van voetbal. We hebben verloren. Ik zal maar niet zeggen met hoeveel, want het is eigenlijk gewoon een schande. Maar ja, we hadden te weinig man. We hadden precies 11 spelers. Ze hadden helemaal geen wissels. Ik was geblesseerd. Dus ik kon echt niet meer. Maar ja, ik heb het team toch geholpen. Ik heb mijn best gedaan. Volgende keer beter. Het weer is echt vies. Maar alsnog gaan de boys niks om te even richting Bloemendaal. Even een feestje pakken. Even gezellig doen. Genieten van de laatste dag van het weekend. Morgen weer werken natuurlijk. Ik ben bang dat het niet zo heel druk zal zijn daar. Maar ja, we zullen zien. Voor hetzelfde geld is het wel gezellig daar. En dan kunnen we even een feestje bouwen daar al. Even thuis opfrissen. Klaarmaken. Even wat eten. En dan gaan we weer richting Bloemendaal. Gezellig. Ik zal daar ook nog even wat filmen. Zodat jullie zien hoe het eraan toe gaat daar. En kijk eens wat er klaar stond. Eten. Mijn enige minpunt is dat er geen drinken klaar staat. Zal ik mezelf moeten pakken. Nee, grapje. Ik vind het niet erg. Want ik ben al een verwend persoon. Eten stond klaar. Dus ik mag niet klagen.
Ik ga even snel eten. Het is nu 5:30, 6. Als ik nog tijd heb om te slapen, ga ik heel even slapen, powernap doen. Dan klaarmaken, dan richting Bloemendaal. Of niet? Vreedzak. Ik eet al. Ja, jij eet wel. Dan ga je het ook opeten. Ja. Jij eet nooit je eten op. Als je bord, als je bord eet, eet leeg. Als je bord leeg eet, dan ben je een grote meid. Oké, ga je mijn bord leeg eten? Zegt ze. Nou, ik ga nu even mijn drinken pakken, wat is niet van me is gepakt. Hé, hey, verwend en dan ga ik lekker eten. Vraag aan de kijkers, dit kan gewoon niet. Jawel. Je moet zelf je drinken pakken, dus alles of niets. Het is alles of niets. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. Dit gaat te ver, ik heb jou verpest. Je hebt me verpest, dank je. Hoor jullie dat? Ik ben verpest. Ja. Ik ben een verpest persoon. Verpest. Ik ben walgelijk. Niet poer hoog, ik ben een griezel. Ik ben een walgelijk griezel. Oh, jeetje, ik ben moe. Gossimane. Ik ben nu lekker voetbal aan het kijken. Over een half uurtje werd ik opgehaald. Ik wil eigenlijk nog even snel een powernap doen. Even kort slapen. Even energy krijgen, want we gaan uiteindelijk toch nog naar Bloemendaal. Zal ik thuis blijven? Nee. Donker man. Fuck it, Jefferson. Oh, jeetje. Vaya goblins. Ik zag die pokoe op pauze, maar ik zing gewoon door. We zijn gearriveerd. Het is nog een stukje lopen. Check the boys. Jeff zonder jas. Goru, Goru. Pak uit de go. We zijn er weer, hè? We zijn er weer. We zijn er weer. Hallo, zomaar heb ik zoveel gedronken. Ken je dat? Ken je die dagen van dat je denkt van, normaal, ik ga nooit meer drinken. En toch een feestje gaan, dan ga je toch drinken. Die zijn fucked up, G! Nee, zeg nee tegen alcohol! Vaya goblin. Oh my god. Vaya goblin. Pakka, hoe is het met jou? Ik ben nog nuchter, man. Ja, maar ik ben niet... Ik heb niet zoveel gedronken, toch? Dus ik ben gewoon bij alles. Ik was gewoon moe vandaag, snap je? Ik moet ook rijden, dus maakt niet uit. Daar, kijk maar, het is goed dat jij rijdt. Kijk, ik was gewoon moe vandaag, snap je? Ik ben de Bob. Kijk, en ik zeg tegen iedereen daar, als je de Bob bent, moet je gewoon blijven Bobby Valentino. Bobby Valentino. En gewoon doen wat je moet, snap je? Jullie komen veilig thuis. Daarom. Wij komen veilig thuis. Maar ik sowieso, als je moet drinken, moet je gewoon soppie, joh. Soppie dag. Soppie. Soppie, joh. Oh, oké, okay. Wil je zeggen?
Ja, kijk. Wat ga je doen? Jij gaat streamen? Als ik thuis ben, lekker slapen. Als door een roosje gewoon. Door een roosje? Sowieso. Hou op, meid. Sowieso. Hey, Bloemendaal was leuk. Was gezellig. Nu gaan we in Amsterdam even wat chappen. Oh, even wat eten. Even wat eten. Gewoon even wat snel. Eten. Even snelle jellen. Voeding. Vullen en voeden. Hey, ik ben wel moe. Ik zeg je eerlijk. Je bent kapot, hè? Ik ben Brokopondo babe. Brokopondo babes. Waar ligt die Brokopondo? Minder. Hij is eraf. Jullie spelen voor Panathinaikos. Zo, Neerlandia. Ik wil McDonald's. Ik zeg eerlijk, het is best wel rustig hier, hoor. Hey, maar het is warm opeens geworden. Het was vanmiddag als warm. Die soppie heeft me afgemaakt. Even kijken wat we kunnen eten. Het is genoeg open volgens mij. Dus het komt goed. Culinaire man. Nou jawel. Rico. Shawarma. Neem maar op. Een culinaire maaltijd bij. Hey, lekkere pizza shawarma. Lekker, lekker. Heerlijk slapen straks. We gaan 31ste gaan we naar East Village. Dan gaan we weer. Dan gaan we eng. En dat mag allemaal. Hey, rustig. Rustig aan, broer. Rustig. Zo, we zijn weer bijna thuis. Lekker stil hier. Ik loop nu in mijn straat. Ik ga naar binnen, ik ga lekker slapen. Focus. We zijn weer binnen. We hebben een leuke avond gehad. En ik ga nu heerlijk slapen. Morgen moet ik vroeg opstaan, ik moet werken. Het is nu bijna 3 uur. Ik kan zo'n 5 à 6 uurtjes slapen, dus het moet voldoende zijn. En alvast wel te rusten. Duimpjes omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie de volgende keer. Wel te rusten. Mami, dance for me. Mami, dance for me. Oh, dance for me. Mami, dance for me. Mami, dance for me.